Een hele goede morgen. Zonder zorgen. Het is niet normaal hoeveel kracht dat die zee heeft. Oh shit. Oh my god, niet normaal. Check die golven. Ik raakte zelf bijna niet meer uit de zee. Maar ik heb ervan genoten. Dit was mijn ochtendduik. We zijn hier ook vlak aan de douches. Dus dat is echt wel super chill. Ik ga me lekker douchen. Zo is al dat zout ook een keer van mijn lichaam. En we hebben de zon. Woe! Yes! Het is momenteel 9 uur 's morgens. Een goede start van de dag. Ik ben stoked. Gisteren in slaap gevallen, maar vandaag gaan we vette dingen doen. En check dit. Oh fuck. Ik dacht dat ik een euro had gevonden, toch niet. Joe! Het gaat vandaag weer een fantastische dag worden. Dat is echt super chill. Oké, ik ga jullie vandaag tonen hoe dat ik met 5 euro per dag leef in Barcelona. Ik kreeg echt super veel de vraag hoe dat ik die lifestyle kan doen. Zoveel vrijheid, weinig werken en gewoon mijn YouTube-video's maken. Ik heb sowieso YouTube-inkomsten, zoals jullie weten. Maar ik leef altijd zo zuinig mogelijk. Dus ik koop gewoon basisproducten en ik probeer er lekkere dingen mee te maken. Dat is uiteindelijk hetgeen dat ik doe. Niet meer of niet minder. Dus wat gaan we vandaag rijden? Banaantjes. Ik heb hier voor 2,30 euro banaantjes. Dat is trouwens een super dure supermarkt. Dus ik ga hier... Ik ga gewoon de helft nemen. Dat zijn er 3. Dat is 1 euro en 15 cent aan banaantjes. En 3 banaan per dag is eigenlijk echt wel al veel. Dus ik ga er eentje bij mijn ontbijt eten. Sowieso. Wat ga ik als ontbijt eten? Banaan, havermout en een beetje sojamelk. Een sojabusmelk kost 1,50 euro. En ik eet ongeveer een halve bij mijn ontbijt. Dus dat is 75 cent. En havermout, dat kost 1 euro voor een halve kilo of zo. Dus ja, laten we zeggen 20 cent. Hoppa. Nice, dit is mijn ontbijtje. Het is heel simpel, gewoon banaan, havermout en deze sojachocomelk. Dit is zelf nog redelijke dure shit, dus het komt goed. Ik heb alles uitgerekend en we hebben nu nog 1,10 euro om te gaan avondeten, maar dat komt allemaal goed. Woe! Het zonnetje is volle bak aan het knallen en ik ben hier de berg op aan het lopen. Ik ga een hulbombe doen en check deze helling. Die ziet er echt mega nice uit. Hier ook zo met deze bochten. Dus ik ga hem eerst opwandelen en daarna naar beneden knallen. Als je ooit in Barcelona random komt, dan moet je dat niet doen als je geen ervaring hebt, want een heel bomp is eigenlijk wel iets gevaarlijk. Woe! En het is ook fucking vermoeiend. Let's go! Mijn plan was om via deze trap hier een deel van de weg te skippen, maar ik ben heel ergens anders uitgekomen. Check dit. Ik ben hier in een soort van natuurgebied, maar dit is zelfs wel een pad omhoog, dus ik ga gewoon helemaal omhoog wandelen. En check daar, hier staat zelf een random schommel. Ik ga ervan uit dat ik niet op het domein van andere mensen ben, want het is hier gewoon een openbare trap met random straatverlichting, maar hier staat er dan wel een schommel. Dus deze kant ga ik niet uit, ik ga deze kant uit, via het steilste pad en hopelijk kunnen we richting de top. Het is hier alleszins fantastisch uitzicht, niet normaal. Check dit. Fucking hell. Stel je voor dat je hier woont.
Dat moet echt genieten zijn. Wat een uitzicht. Dit is toch niet normaal, mensen. Dit is zo nice. En hier staat er een cactus. Hey. Oké, ik ben klaar om naar boven te gaan. Let's go. Ik ben uiteindelijk helemaal tot boven geraakt. Jullie zien het, maar check dit. Dit is het enige wat dat hier is. Er is hier niet eens een baan. En daar hebben we zelf al de afgrond. Aan deze kant is ook echt niks behalve elektriciteitspalen. Oh shit, no way. Ik zie daar van die liftjes. Waarschijnlijk in de zomer kan je daar zo'n liftje nemen. Deze dingen zijn liften. Damn. Oh, dit is vet. En deze route loopt richting de liften. De route valt op zich wel mee. Het is wel goed te doen. Een paar stukken waren wel heel stijl. Maar met de BMX is het echt kut. Zo'n wandeltocht, dat doe je normaal niet met BMX. Dat doe je normaal zonder BMX. Oh, we gaan de eerste baan moeten tegenkomen en dan knallen we eraf. Nu weet ik alleszins dat er vanaf deze hoogte geen wegen niet meer zijn. En het is ook duidelijk te zien vanaf hier. Het is echt wel bergen. Puur natuur. Ik wil sowieso ooit een keer hier helemaal naar boven wandelen. Maar dat gaat niet voor vandaag zijn. Check het uitzicht trouwens. Fuck. We kunnen vanaf hier tot heel ver kijken. Check dit. Heel de bocht. En achter de bocht kunnen we Barcelona zien. Yes, ik zie vanaf hier Barcelona. Dit is Barcelona. Zalig. Oké, ik ga hier verder wandelen en hopen dat ik toch nog een hulbomp kan doen. Want dat is het plan voor vandaag. Yo. Bijna op mijn bek. Hey, maar we hebben daar wel een super nice zwembad. Natuurlijk gaan we er niet in, want we hebben de zee. Oké, what the fuck. Dit was de domste beslissing ooit. Ik ben hier nu op het hoogtepunt en we gaan gewoon onmiddellijk die hulbomp knallen. Fuck it. Let's go. Deze guy was stoked. Deze man was stoked. Woo! Oké, dit wordt nice. Eventjes hier inhoppen. Hoppa! Ik kom van de supermarkt, ik heb eventjes inkopen gedaan. What the fuck? Deze regen is niet normaal. Het is echt hard aan het regenen. Woe. Heerlijk, een tropisch regenweertje. Ik ga sowieso in de zee duiken.
Want ik heb echt aan de beslissing nog. Lekker. Holy shit. Fuck. Oh fuck, mijn hand is nu weer aan het. No way. Het enige wat er vandaag toch goed is gelopen is de timing. Ik ben hier net op tijd terug. Het is fucking hard binnen regenen. Yes, maar ik zie dat het ondertussen ook al bijna gedaan is. Dus ja, regen in Barcelona stel nooit veel voor. Ik ga nu nog in de zee. Dan ben ik lekker fris voor heel de avond. Ik ga dat nu doen. En ik ga mijn GoPro meenemen. De zee ziet er niet overdreven wild uit. Dus ik ga hem waarschijnlijk niet verliezen. Let's go. Nice! Check dit, mensen! Oh shit! Dikke golven! Dikke golven! Zo. Oké, er was hier eventjes een meneer goeiendag komen zijn. Die guy was overdreven vriendelijk, niet normaal. Die vond het geweldig hoe dat ik hier aan het leven was. Damn, ik voel me zo fris trouwens na die duik. Dat is niet normaal. Ik heb hier een heerlijk broodje gemaakt en check dit, mensen. Dit broodje kost nog geen euro. Wat? Dit broodje kost nog geen euro. Oh yes. Eet smakelijk als jullie ook iets gaan eten of aan het eten zijn. Woe. Dit voelt als dikke luxe. €5,45. Dit is het bedrag dat ik vandaag heb uitgegeven aan eten. Dus het is eigenlijk een beetje mislukt. Laten we gewoon zeggen, als we morgen voor €4,50 eten, dat het toch gelukt is. En ik ga binnenkort ook een keer naar een goedkopere supermarkt om jullie te tonen dat het nog goedkoper kan. Sowieso. Ik ga zelf een keer voor €5 eten op een dag, inclusief op restaurant gaan. Je moet gewoon de plekjes weten en de juiste keuzes maken en dan lukt dat wel. Nice, €5,45 is uiteindelijk oké. Normaal ging het iets minder geweest zijn, maar ik was te gulzig. Ik heb hier al het spek opgegeten en al het brood. En spek is niet echt van het goedkoopst. Dus daarmee. In ieder geval, ik ga je nu nog eventjes chillen. Het is ook net een beetje beginnen regenen. Het weer is hier wel nice. Het ziet er altijd anders uit. En toch is het altijd mega vet. Like, nu is er daar zo allemaal van dat mist. Check dit. Maar dat ziet er zo cool uit. Holy moly. Het is hier elke dag een ander uitzicht. Maar toch is het dezelfde spot. Dat maakt het zo vet. Damn. Woe. De golven zijn nog altijd niet clean. Dat is het enige jammer. Maar ik denk dat we een van de dagen sowieso gaan kunnen surfen. Ik ga hier echt blijven tot ik een keer een dag hier kan surfen. Maar waarschijnlijk gaan we morgen gewoon richting het stad of zo gaan BMX'en. Joe!